Koop je wel eens wat op internet? Ja, zeker. Nee, nooit. Nee. Dat is ons. Nee, maar zij moet alles aanpassen en ik ook. Dus, nee, dat doen we niet. De klanten van Koopman Mode in Tillichten zijn nog vrij traditioneel. Kleding kopen doe je in de winkel. Ik winkel liever gewoon in de stad, dan kun je het gelijk aanpassen. Toch zal deze winkel er in 2020 niet meer zo uitzien, zo is de verwachting. Er is dan minder kleding in de winkel. Het wordt meer een servicepunt. Hier gaan we een ruimte creëren waarin mensen op een iPadje, op een internetcel, zich kunnen informeren over de mogelijkheden waar ze een product dat ze heel gericht zoeken wel kunnen vinden als ze het hier niet aantreffen. Niet alleen kledingzaken moeten mee met de tijd, ook de supermarkten. Die komen met apps en steeds meer producten die online te bestellen zijn, zoals gebak en barbecuevlees. Maar voor veel klanten hoeft dat dan weer niet online te gebeuren. Nee, meestal ben ik hier toch en dan kijk ik hoe het eruit ziet en dan bestel ik het alsnog. Heb ik nog nooit gedaan? Nee. Ik ben er helemaal niet mee bekend, dus ik vind het heel makkelijk om zelf even boodschappen te doen en te kijken wat er is. Maar misschien in de toekomst dat het wel gebeurt. Het is niet zo dat de helft van je verkoop van bijvoorbeeld het barbecuevlees dat via internet gaat. Maar als het een warme mooie dag is in de zomer, zoals vorig jaar bijvoorbeeld, en je hebt 20 tot 25 bestellingen per dag, dan vind ik dat een leuke score. En de verwachting is dat steeds meer klanten er gebruik van gaan maken. Winkeliers die achterblijven, zullen het loodje leggen. Onze verwachting is wel dat er toch een aantal winkeliers het niet zullen redden. En er toch meer leegstand zal ontstaan. En een deel zal toch ook veel meer via internet gaan ondernemen. Dus een webwinkel of een hele mooie internetpagina of via sociale media. Wij gaan per 1 juli gaan wij de lucht in, zoals het heet, met een webshop. Dat doen we in samenwerking met een 20-tal collega's. Omdat wij gemerkt hebben en ook eigenlijk dagelijks zien dat de klant je wil vinden, ook op het web wil vinden. En wij vanuit onze kant zeggen, de bereikbaarheid van de klant is niet meer alleen de advertentie of de commercial of de winkel zelf, maar dat moet nadrukkelijk ook digitaal gebeuren. Consumenten oriënteren zich eerst op internet voordat ze een product kopen. Kopen ook meer op internet. En de consument die weet eigenlijk als hij in de winkel komt meer van de product af dan de verkoper in sommige gevallen. Dus de consument is veel beter geïnformeerd. En het is toch een andere manier van ondernemen voor de winkelier, om je op inspelen natuurlijk. Maar de dagelijkse boodschappen dan? Hoeven we daar straks ook niet meer de deur vooruit? Ik zie nog niet gebeuren dat men de boodschapjes bij de supermarkt thuis op de stoep krijgt. Dat is een kostenplaatje dat dusdanig hoog is. Ik denk niet dat dat aan de orde is. Zit er dan ook een stukje beleving in? Absoluut zit er een stukje beleving in. Ondanks het feit dat boodschappen doen, want we gaan niet winkelen bij de supermarkt, we doen boodschappen bij de supermarkt. Niet, natuurlijk niet het allerprettigste is wat je doet, maar je wilt er wel bij zijn. Je wilt het wel zien en voelen en soms zelfs ruiken bij de afdelingen in de supermarkt. Dat gaat niet via een app of via de laptop, dat lukt niet.